het Haagse Binnenhof is het al heel vroeg druk. Hier staan de echte oranje klanten zich te verdringen. Maar het Rotterdamse PvdA Tweede Kamerlid Mertin Selik zit nog rustig thuis, voor de buis. Ik ga met mijn vrouw. Heeft ze al een hoedje uitgekozen? We hebben gezocht naar een hoed, maar uiteindelijk zal ze zonder hoed komen. Waarom? Nee, omdat ze geen leuke vond. Bij de PvdA in Den Haag druppelen de eerste hoeden al binnen. En ook het echtpaar Selik maakt zich klaar voor vertrek. Ja, de uitnodiging nog even. Kijk, die is hier. Waar is dat goed voor? Nou ja, er staan de namen van de genodigden. Mijn vrouw komt ook mee. En als ik de uitnodiging niet meeneem, dan komt zij er niet in. Ben je nog niet zo bekend dat u op uw gezicht naar binnen mag? Nou goed, uiteindelijk moet je natuurlijk een beetje houden aan de regels. En als dat de regel is, ik kan me dat heel goed voorstellen wat veiligheid betreft. Langs de route van de Gouden Koets is het inmiddels stopdrukte. Al gaat het nog uren duren voor de koningin voorbij komt. Maar dat hebben de Oranjegezinden er graag voor over. Ja, zo zijn we zo opgegroeid en we vinden het mooi. Net de folklore, net als wij klederdracht aan hebben. Heb je nooit getwijfeld aan, laten we zeggen, de functie van de koningin? Nee, ik niet. Ik vind het prachtig. En ook onder politiek links is de majesteit tegenwoordig in. Hier juichen ze inmiddels net zo hard voor de koets en de troon. Ja, maar ik koningin heeft altijd iets gehad. Ik heb wel een zwakte voor de koningin. Ik heb haar een paar keer ook in het echt mogen ontmoeten vanuit mijn raadslidmaatschap. En ik vind het een prima staatshoofd.